Goedenavond, Hageland en Limburg. Dit is Radio Diest. Hallo, ik ben DJ Jan de Groot en ik breng jullie het lokale nieuws uit Scherpenheuvel-Zichem. Na een restauratiebeurt van bijna 2 jaar zijn ze eindelijk weer daar. De hekken rond onze basiliek. Nog zakken. Ja, oké. Vooral pastoor Luc is er heel tevreden mee. Het minste dat je kunt zeggen is dat het terug proper is. Lukt het, mannen? De restauratie was een kostelijke zaak. Pastoor Luc hoopt dan ook dat de nieuwe hekken met respect behandeld zullen worden. Ik hoop dat de mensen de hekken gaan appreciëren. Dat is 1, het werk dat erin steekt, dat is 2. En de hondjes er niet te veel tegen te zetten. Hou hem vast! Radio Diest. Dit jaar is het 66 jaar geleden dat Lucien startte met de invoer van handgemaakte Chinese vazen. Ondertussen staan er meer dan 2000 op zijn schap. Maar helaas zijn de vazen niet meer zo populair. Vroeger jaren de mensen dat hadden ze schoen en kamer. Die gevuld wat met schoenstukken, omdat ze 1 keer per jaar bij kermis inkwamen. Hè? En voor de rest was dat afgesloten. Als je nu bij de jeugd binnengaat, ze hebben een kast gestaan van IKEA. Soms staat er een vaasje of is er een foto op, dat is alles. Hè. Ze moeten niks met hem verstoffen of te doen. Hè. Ik ben er 85, ik hoop dat ze zeggen nog 14 jaar zo. En als ik het zo lang kan doen, dan ben ik content. Sinds kort kun je hier in Scherpenheuvel een workshop volgen bij groentesommelier Sophie. Een goede basis is in feite 3 groenten en 1 fruit. Dan ben je goed bezig. Als je meer zout nodig hebt, dan ga je dus meer naar selder toe. Heb je meer wat een zachtere structuur nodig bij iets anders, dan neem je dus je komkommer. Dat is veel zachter van smaak. De kleur is belangrijk. Dat is een mooi ogende kleur, maar ook de smaak en de textuur. Dat ziet er lekker uit. Zo, dit was het nieuws uit Scherpenheuvel-Zichem. Heel graag tot een volgende keer. Radio Diest.